iedereen, welkom bij een nieuwe Hit the Street. Het is donderdag en dat betekent Punda Vibes. En the place to be, Punda Vibes, is natuurlijk Cascada. Nou, vandaag zijn we hier om Truth or Dare met mensen te spelen. Ik ben benieuwd wat ze kiezen, Truth or Dare. Nou, kom maar mee, gaan we het zien. Stel dat je moest kiezen tussen blind of doof worden, wat zou je dan kiezen en waarom? Oh, dat vind ik heel lastig. Ik denk doof. Waarom? Doof. Omdat ik heel veel waarde hecht toch aan mijn zicht, denk ik. En ik denk dat ik geluiden ergens wel... Ja, je kan natuurlijk eigenlijk allebei niet zonder, maar ik denk dat ik wel zonder geluiden kan. Als ik het kan zien of zo. Nooit meer muziek. Jij ook doof, zei je. Ja, doof, want je kan het nog wel voelen, de muziek. Door bepaalde trillingen. Dus dan zou ik eerder doof zijn dan blind. We're gonna play Truth or Dare. What do you guys want to pick? Truth or Dare? Truth. Truth. Truth? Okay. Which job would you prefer to have if it was up to you and why? Crime psychologic. And why? Lots of CSI? You watch lots of CSI? Yeah, and hear many podcasts about crime, so... A true crime fan over here. And you? Sociologist. Sorry? Psycholoog. Oh. Psycholoog, yeah. Hey, nice. Geef de vriendin links van je een zoen op de wang. Nou, spannend. Hoe leuk. Heb je dromen of idealen die je echt een keer wilt waarmaken en welke? Ik wil gewoon lekker blijven reizen. Ik denk dat nog steeds mijn droom is, wat ik nog steeds wil blijven doen, ja. Wat vind je van Curaçao? Want je bent eenmaal hier. Curaçao is ja, heel leuk. Het is de eerste keer hier, dus bevalt me heel goed. Zeker een keer om voor terug te komen. Ja, ik denk dat ik sowieso hier nog een keertje terug wil komen. We hadden het er toevallig over, net, dat over 10 jaar, dan zitten we hier weer met heel veel geld. Dat was eigenlijk onze droom. Dus, nou, dat. What do you guys want to pick? Truth or dare? Truth. I don't want to pick. Truth. Why a dare? Nobody picks dare. Dare. Okay. So, truth. What is not real about you? Sometimes. The smile and the look on my face. Nothing big, just a smile when you have to smile. Mm-hmm. act as if you're like, give me a fake smile. Okay, so the dare. Act out an existing commercial. This is Jake with State Farm. That's all I got. Well, it is a commercial, so thank you. Thank you so much. And have a great time on Curaçao. Absolutely. In welke landen zijn jullie allemaal geweest? Ja, wij zijn eigenlijk samen best wel wat landen geweest. Alleen ben ik ook al wat landen geweest. Vooral voor mijn werk. Voor het vechten eigenlijk. Ik ben nu een MMA-vechter. En hiervoor ben ik een aantal jaar kickboxer geweest. Wereldkampioen ook. En hoe is dat? Hartstikke gaaf. Het is wel even wat anders, want kickboksen is natuurlijk stand-up, dus staand vechten. En nu heb ik anderhalf jaar, kleine 2 jaar geleden, de overstap gemaakt naar het MMA. Dus daar komt ook het grondspel bij. Maar hartstikke tof en daardoor heb ik natuurlijk ook wel een aantal mooie, prachtige, geweldige landen gezien. Het mooiste land? Curaçao. Ah, en jij? En Brazilië, bij far. Okay. Ja, dit is onze eerste keer in Curaçao. En ja, Brazilië is voor ons ook wel echt wel super hot hoor. Ja, nice, dankjewel. We hebben Truth or Dare gespeeld. Heel veel truths, weinig daredevils, maar dat maakt niet uit. Dat verdrukt de pret natuurlijk niet. Bij de place to be, tijdens Punda Vibes, Cascada. Tot de volgende keer.